Stedelijke College, zodat er toch beslissingen konden worden genomen. Collega Danny Bourgeois heeft steeds onbezoldigd zijn verantwoordelijkheid opgenomen. Onze partij heeft zich tijdens de voorbije gemeenteraden ook steeds consequent positief opgesteld, omdat we nooit hebben willen meedoen aan het blokkeren van de goede werking van de gemeente. Frans Belang heeft enkele maanden geleden zelfs een voorstelling gediend om het exploitatiebudget opnieuw op te trekken van 0 naar 5000 euro. Louter en alleen om de goede werking van de gemeentediensten te kunnen garanderen. En wat bleek, ook hier was voor de CD&V-schepenen en de SPA het algemeen belang ondergeschikt aan het eigen belang. Het partijbelang was steeds veel belangrijker dan de meer dan 19.000 inwoners van Denderleeuw. Herinner u de noodkreten van de scholen, herinner u de noodkreet van de administratie. Collega's, Vlaams Belang stelt ook vast dat hoe minder stemmen je haalt, hoe meer kans je maakt om in Denderleeuw burgemeester te worden. De toekomstige burgemeester haalde 470 stemmen. Kan het nieuwe Schepencollege de gemeenteraad trouwens garanderen dat er geen administratieve of juridische problemen zullen opduiken bij de benoeming van de nieuwe burgemeester? Want in het laatste nieuws van donderdag 5 november lazen we, en ik citeer, in het verslag van de gouverneur aan minister Lisbeth Homans na zijn bemiddelingsopdracht noemt hij ook de naam van meneer Sergoris als een van de spilfiguren in strafrechtelijke onderzoeken. De kans is groot dat het om een vergissing gaat, want Sergoris maakte in een vorige legislatuur geen deel uit van het gemeentebestuur en hij zelf ontkent alles. Als hij toch betrokken zou zijn, zegt het gemeentedecreet dat een voorgedragen kandidaat burgemeester die niet werd benoemd tijdens dezelfde bestuursperiode niet meer opnieuw kan worden voorgedragen, tenzij op basis van nieuwe feiten of nieuwe gegevens. Dan moet er dus een nieuwe kandidaat worden voorgedragen, maar de keuze is beperkt. Kunnen de mensen van het nieuwe Schepencollege bevestigen dat dit inderdaad om een vergissing gaat? Want waarom wordt de naam van meneer Sergoris in dit verslag vermeld? Ik vraag aan de secretaris dan ook om mijn vraag te notuleren en ook het antwoord van de betrokkenen. Meneer Sergoris, voor het Vlaams Belang zal u de tijdelijke burgemeester zijn van het Schepencollege ter schande. De manier waarop u burgemeester wordt, dat elke verbeelding. U wordt enkel en alleen burgemeester van een schepencollege waarvan meer dan de helft van de leden deel uitmaken van een gerechtelijk onderzoek in zaken fraude en belangenvermenging. Qua geloofwaardigheid kan dat tellen, want in het begin zit u met een enorm imagoprobleem. Ik las trouwens ook op een Facebookpagina van een schepen dat meneer De Nul in de vorige legislatuur wilde experimenteren met de nieuwe wetgeving in zaken de onbestuurbaarheid om de socialisten op dat moment naar de oppositie te sturen. Als dat klopt, meneer De Nul, is het voor u dan allemaal slecht een strategisch spelletje geweest? En bent u nu blij dat u gewonnen heeft? Al valt dat nog allemaal af te wachten, want wij kijken alvast uit naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. CD&V, SPA Open en mevrouw Buydens zijn wat ons betreft de hoofdoorzaak dat er met Denderleeuw gelachen wordt van de kust tot aan de voerstreep. Wij rekenen er dan ook op dat deze partijen finaal de rekening zullen gepresenteerd krijgen van de Denderleeuwse bevolking in 2018. Collega's, de Vlaams Belangfractie belooft vanavond plichtig dat we stevige rechtse oppositie zullen voeren tegen dit nieuwe linkse Schepencollege. De deuren zullen opnieuw wagenwijd opengezet worden voor nog meer vreemdelingen onder het mom van het zogen van de zogezegde multiculturele verrijking, de diversiteit en andere politiek correcte termen. Wij zijn alvast benieuwd of het nieuwe Schepencollege de bevoegdheid Vlaamse aangelegenheden zal behouden. En wat zal er bijvoorbeeld met het Vlaams manifest gebeuren? Met dit nieuwe Schepencollege zal onze gemeente verder ontvlaamst worden. De verfransing en ook andere talen zullen verder blijven oprukken. De ghettovorming zal blijven toenemen. Onze eigen mensen zullen nog steeds in de kou blijven staan. En de vriendjespolitiek zal opnieuw weelderig tieren. Ik rond af, het Vlaams Belang zal daarom straks dan ook met protest het Schepencollege der Schande symbolisch de rug toekeren bij de eetafdeling.